Hey, leuk dat je er weer bent. Je denkt natuurlijk nu, waar is die helm en dat oranje hesje? Vandaag sta ik buiten de bouwput, want we gaan het hebben over reizigersinformatie. Mijn collega Lydia gaat er alles over vertellen. Ik ben Lydia Hendriksen. Ik werk bij HTM, afdeling reizigers. En de sector heet reizigerscommunicatie. De Delftse Laan en de Heemstraat is afgesloten. Wat doen wij als HTM nou aan de reizigersinformatie? Hoe informeren wij die reizigers dat de grote buitendienststelling aankomt? Nou, wij willen zoveel mogelijk reizigers informeren over de omleidingen. Over de vervallen halte, over de vervangende halte, over alternatieve overstapmogelijkheden. En daar beginnen we heel ruim van tevoren aan, omdat we heel veel verschillende middelen in gaan zetten. Wie krijgt daarmee te maken? En op basis van de reiziger maken we eigenlijk de mix aan middelen die we in gaan zetten. Ja, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld bij een omleiding voor de trammen, zoals we dat nu hebben, dat ingewikkelder is om dat te doen. Want uiteraard kunnen die trams niet even een bochtje maken. Nee. Die moeten soms gewoon kilometers omrijden om op het juiste stukje weer te komen. Ja, klopt. Hoe doe je dat dan? Ja, nou ja, dat zie je hier nu met de Delftse Laan. Tram 12 rijdt zo'n stuk om, die gaat helemaal tot de Grote Kerk. Daar komt hij normaal natuurlijk nooit. Dus je krijgt er heel veel rijtijd bij en dus ook reistijd. Maar daar moet je klanten over informeren. Ja, stel nou, we doen helemaal niks. We doen gewoon die buitendienststelling, halen die tram eraf en we zeggen eigenlijk gewoon helemaal niks. Wat dan? Ik denk dat we bedolven worden onder de klachten. Want passagiers komen op de halteplaats aan, zien dat er geen tram aankomt. Er staan dan verkeerde tijden op het driesbord wat achter ons hangt. En logisch worden boos, want ja, zij willen van A naar B. We hangen die folder vaak in de trams of zetten ze in de infobakjes. Ze zijn te krijgen bij klantenservice. Maar daarnaast worden ze ook uitgedeeld door mensen van service op locatie of promotieteams. En wij merken dat die persoonlijke benadering toch wel een hele goede is. Dit is allemaal informatie wat vooraf gepland is. Ja, klopt. Stel, gebeurt niet, maar stel, we lopen een dag uit. Wat dan? HTM maakt onderscheid tussen gepland en ongepland. Reizigerscommunicatie doet al het geplande werk, contactcentrum en service het ongeplande werk. En samen zorgen we ervoor dat die reiziger goed op de hoogte is. Dus geen zorgen, we zullen u altijd informeren. Precies.